nacht van zaterdag 29 op zondag 30 januari werd hier achter mij een grote hoeveelheid metalen gestolen. Ter waarde van ruim 20.000 euro. En de daders die kwamen hier vermoedelijk met meerdere voertuigen om die grote hoeveelheid metalen mee te krijgen. En de daders die zijn vanaf de Spoorstraat hier het weiland ingereden en hebben daarna het hekwerk bij het bedrijf losgeknipt. En daar hebben ze die metalen uit verschillende grote bakken meegenomen en daarna zijn ze direct vertrokken. En we zijn meteen met een onderzoek gestart en hebben onder andere een oproep geplaatst op social media. En vandaag doen we opnieuw een oproep. Heeft u meer informatie over deze diefstal? Neem dan contact met ons op. Sarah, een flinke buit dus voor de dieven. Om wat voor soort metalen gaat het eigenlijk? Nou, het gaat voornamelijk om diverse soorten koper, maar het gaat ook om accu's, elektromotoren en lood. En gezien de grote hoeveelheid goederen die zijn weggenomen, denken we dat er meerdere daders betrokken zijn bij deze diefstal. Daarnaast heeft het slachtoffer ook meerdere daders horen roepen in de Nederlandse taal. Helaas zijn er dus geen camerabeelden van de diefstal, maar hoe kunnen jullie wel verder helpen in deze zaak? Nou, we hopen dat er mensen zijn geweest die in de avond of nacht van zaterdag 29 januari op zondag 30 januari iets verdachts hebben gezien. Nou, of dat er mensen zijn die meer informatie hebben over deze diefstal en die nog niet met ons hebben gesproken. Nou, als dat zo is, dan horen we dat graag. Ja, neem dus contact op met de politie. Dat kan online via tipformulier op politie.nl of bel de bekende nummers. Informatie over een zaak. Bel de opsporingstiplijn op 0800 6070. Of meld misdaad anoniem 0800 7000.